Vriend, achtervolg door Vermeij. Ja, Van Overbeek zou kunnen gaan. Verrast daarmee Sitschek. Thijssen naar de tweede paal. Komt nu naar de eerste paal. Die mist aan Wolf. 1-0. Het is 1-0 voor Go Ahead Eagles. In de 17e minuut. De ploeg uit Deventer. Misschien toch nog in de extra tijd. Groenbast. Van Overbeek. Groenbast. Damen. Groenbast opnieuw. Wolters. Ja! Er komt er toch nog eentje bij. En wat kan dit een ongelooflijk belangrijk doelpunt zijn, zeg. Randy Wolters. Druk. Toen was assistent ook een beetje voor paal. Lamboy haalt weg. De kogel. Van Krooi. Misser van Lamboy. En dan is Wolters gelanceerd. De raket. Wolters. Wolters, is dit jouw moment? Ja! Dit is het moment waar hij de hele wedstrijd naar op zoek is geweest. Dit is de goal die beslissend is. Thijssen, Wolters gestart. Er was contact tussen die twee. Daar komt de kogel. Dit is 2-0. Het kan raar lopen in een... Wolters is er langs bij Wiel. Krijgt de Tesselaar mee. Komt de Wiel. Want... Voordeel zegt Blom, logischerwijs. Voorzet nog van Wolters. Is prima op Groenbast. Alleen die bereikt het eindstation niet. Dat had Ten Den moeten. Wolters met een beetje geluk. Glipt hij er nog langs. Ja, dit vindt het publiek in... Komt die gerechtigheid er dan voor Go Ahead Eagles uit deze aanval? Nou! Van heel dichtbij. Bart Vriend. 5 minuten en een beetje. Geen buitenspel. En dan is dit wel een penalty. Een penalty voor Go Ahead Eagles. En een rode kaart zelfs. Lange tijd bij de Graafschap. Vriends, een van de van Utrecht afkomstige spelers. Hier is die andere. De kogel. Prachtige techniek. Goed gegeven. Wolters. Goal. Goal. Goal voor Go Ahead. Het is 1-1. En nu maar hopen dat Pavel... Thank you.
Wolters, ja, zit hij maar aan het werk. Die heeft nog wel eens een actie in huis. Randy Wolters is nu voorbij twee man. Dat doet hij goed. Randy Wolters schiet zelf en wat een doelpunt, zeg. Wat een prachtige goal van Randy Wolters. Schitterende solo en dan ja. Goedoeks gaat daar de fout in. Wolters is gretig en schiet met scherpe schiet hierin. En zo eindigt VVV Eindhoven in 2-1. En heeft...
kogel nu in het voordeel. Daar is Gijzen weg, daar is ook Wolters. Daar komt Wolters en daar is de gelijkmaker. Randy Wolters. Heeft deze jonge man er nog vertrouwen in? Wolters met een prima aanname. Kapt hem terug naar zijn linkerbeen. En tilt de stand naar 3-1. Het mooiste van deze actie, van deze goal, zit. Met vlakbij hem Motsu, vlakbij hem Rijmerink. De bal wordt te hoog gegooid door Joppe. Toch Rijmerink. En Wolters. Langs Dankerlui en de goal voor 4 tegen 1. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Randy Wolters. En zo was het. Want dit was er wel degelijk een, maar daarvoor kun je het je afvragen. Daar gaat Wolters weer. En daar is de goal van Wolters. Ja! 3 keer een scheepsrecht moet hij hebben gedacht.